De maand mei levert dit jaar weer een aantal opvallende zaken aan de hemel op. Op zaterdag 7 mei piekt de meteorenzwerm de Aquaride. Helaas is de verwachting dat er niet veel vallende sterren te zien zullen zijn. Dat komt omdat de plek van waaruit deze meteoren ogenschijnlijk komen, de radiant, laag aan de horizon staat. Hierdoor kun je tijdens de Aquaride maar één vallende ster per uur zien. Terwijl als deze radiant hoog aan de hemel had gestaan, hadden dat er misschien wel 30 per uur kunnen zijn. In combinatie met andere willekeurige meteoren levert dat in de nacht van vrijdag op zaterdag dus zo'n 3 tot 8 vallende sterren per uur op. Maandagochtend 16 mei is het volle maan en is er een totale maansverduistering. De maan die beweegt door de schaduw van de aarde, waardoor er geen direct zonlicht meer op de maan valt en deze dus donkerder wordt. Helaas hebben we in de Benelux pech, want dat gebeurt allemaal tijdens zonsopkomst en dus kunnen we alleen het begin van de verduistering zien. De totale verduistering vindt plaats tussen 6:30 en 7:00 'smorgens, maar dan is het dus al licht. Een maansverduistering betekent overigens niet dat de hele maan niet meer zichtbaar is. Er valt weliswaar geen direct zonlicht meer op de maan, maar nog wel een beetje dat wordt gebroken door de aardse atmosfeer. Er komt een soort rode gloed op de maan en daarom wordt die ook wel de bloedmaan genoemd. Heb jij een goede verrekijker op statief of een sterrenkijker, dan moet je zeker in de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 mei even naar de hemel kijken. Tussen 4:45 en 5:15 staan alle Galileïsche manen ten oosten van Jupiter. Van binnen naar buiten heb je dan dus Ganymedes, Io, Europa en Callisto. Je moet wel goed uitzicht hebben op de oostelijke hemel, want Jupiter staat erg laag aan de horizon, zo'n 7 graden. Dinsdag 31 mei heb je nog een kans. De grote manen staan dan aan de westkant van de planeet. Nu zie je van binnen naar buiten Io, Europa, Ganymedes en Callisto. Kijk tussen 4:50 en 5:50 s'nachts naar het oosten. Jupiter staat nu zo'n 8 graden boven de horizon. En dat was hem alweer. Volgende maand zijn we terug met een nieuwe update.